Ik ben Katelijn Buitenweg en ik ben onlangs op bezoek geweest bij Mosaïk in Zuid-Afrika. Mosaïk is een organisatie die mensen helpt hun leven weer op te pakken. Mensen die het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, verbaal geweld, fysiek geweld. Mosaïk helpt deze mensen. Geeft voorlichting, geeft counseling. What Mosaïk is doing, we are going to the people. We are not waiting for the people to come to us. When we are doing education, we educate them. Each and everyone find that what is happening to her life or to his life is an abuse. And then they come to this container and ask questions around about abuse. Sometimes sing a cause, but mama is saying, we are not going to be able to do it. We are not going to be what we are doing there, we are giving the people information. We are answering their questions. By the time they are waiting for the doctors in the big waiting rooms there, we are there to talk to them. Some of the people, they think that when the man abused the wife is the culture, of which now they understand that it's not accepted. Because it's not a culture. If you love someone, you don't want to see this person you love hurt. All the time you want to see your lover happy and cheering. Now we are giving them the information to know what love is, what abuse is, because abuse kills love. Toen ik terugkwam voelde ik me ook echt gesterkt. Dat ik dacht van ja, het maakt wel degelijk uit wat jij als een individu doet. Je kan niet zeggen het probleem is heel groot. We moeten op wereldschaal de AIDS en de seksuele rechten aanpakken. En ik doe lekker niks. Als je het onderwerp heel erg belangrijk vindt, dan zal je er ook mee. Dan helpt het als je ermee aan de slag gaat. Dan helpt het dat je erover praat. Dan helpt het dat je het steeds weer opbrengt, zodat mensen daar ook van bewust zijn. Dus kleine stappen maken wel degelijk uit.